Tot besluit van deze LP gunnen we je een kijkje in de keuken van de populairste dag op Hilversum 3. Tros, donderdag! Het Tros Hilversum 3-team maakte binnen enkele jaren de donderdag tot de best beluisterde radiodag. Hugo van Gelderen, Tom Mulder, Ad Roland, Ferry Maat en Wim van Putten. We steden een groot deel van de week aan de voorbereidingen van hun programma's. Van De Havermout Show tot en met Top 50. Maar de Tros is er niet alleen op donderdag. Iedereen kent ook de programma's van de zondag. En als je je afvraagt, wat zijn die voorbereidingen? Op maandag worden alle grammofoonplaten afgeluisterd die die week worden uitgebracht. Dat aantal ligt vaak tegen de 100. Diezelfde dag wordt de paradeplaat en de Trosparade LP gekozen. En dat gaat volgens een zeer democratisch systeem. De meeste stemmen gelden. Op andere dagen van de week bevinden de meeste discjockeys zich in de studio's om bepaalde programma's zoals Booster van tevoren op de band te zetten, omdat het niet mogelijk is zo'n programma live uit te zenden. Er moeten wekelijks promospots voor andere programma's worden gemaakt, zoals voor Session, ons live jazzprogramma komt vanavond rechtstreeks vanuit of andere speciale jingles voor speciale programma's. Tros, donderdag! Valt op ten opzichte van andere dagen van de week door het gebruik van jingles, zoals Dit is de Tros op 3. Dit is de Tros op 3. Tros op 3. Tros op 3. Jingles. Hiermee wordt de identiteit van de dag bepaald. De Tros Donderdag krijgt een bepaalde herkenning. Er zijn zelfs luisteraars die de hele dag de jingles lopen mee te zingen. De belangstelling voor deze van oorsprong Amerikaanse jingles is zo groot dat er wekelijks aanvragen voor komen. Mochten er onder de eigenaars van deze LP geluidsjagers, discotheekdiscjockeys of misschien medewerkers van ziekenomroepen en dergelijke zijn, dan volgt hier in het kort nog een tip hoe je die jingles moet gebruiken. Jingles moeten altijd in overeenstemming zijn met hetgeen er na de jingle komt. Zowel muzikaal als programmatisch. Dat was een korte blik in de keuken van de Tros Donderdag. Of de Tros Zondag op Hilversum 3. Dankjewel voor je aandacht en misschien tot een andere keer. Bij Tros op Radio en Tros op TV. Het zijn de programma's die het doen.